Maar ja, ze zijn trouwens ook hier achter jou zijn ze bezig. Ja. Over, we zijn bezig met een documentaire ook over mij. Dus, maar dit is van wie is dit? Die tv. Maar van wie is dat? Wie maakt er eigenlijk. Deze? Ja? Deze voor jou toch? Is dat er voor mij? Ja. Oké. Is dat voor mij? Oké. We gaan hier naar links. Ik ken ze niet namelijk, dus ik zou ze gewoon wegsturen. Alex niet meer. Laat ik naar binnen. Nou, dat wordt wat. Kunnen we naar binnen? One little dream at night and I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I just fly away. Dank jullie wel. Mag ik nog twee bier van jou? Ja? Drie. Nee, ik hou wel in de hand. Daar gaan we. Goedenavond. Arnhem. I want to fall in love beginning from the start, all over again. Show me how you stole away my heart. Op wat? Op een kutboek. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Marcel van Roosmalen, schrijver van dit kutboek, zoals Theo Jansen het noemt. Het onderwerp van het boek zit daar, op die bank. En ik heb zo het vermoeden dat het zich, net als in zijn laatste fase bij Vitesse, vanavond niet te veel zal verplaatsen. Wat Theo verder bijzonder maakt, is zijn manier van communiceren. Veel mensen denken dat Theo Jansen een soort boom is waar je aan schudt en waar dan een verhaal uitvalt. Maar dat is niet zo. Veel plezier verder met de rest van de avond. En vooral sterkte met Joey Hartkamp. Ik moet er een naam doorgeven, mooi. Voor de documentaire? Ja. Hij vertelt niks. Ja, niks. Gewoon niks. Gewoon niks, klaar. Ja. Gewoon punt. Ik denk dat het heel leuk wordt, die docu. Serieus. Even één vraag van mijn kant. Waardeer ik misschien wel. En warmte vind ik heel belangrijk. En als ik dat gevoel niet meer heb, en ik heb twijfels daarin, dan kan het ook zijn dat ik zeg van, laat maar, en ik, het hoeft voor mij niet. En dat zit bij mij ook wel een beetje, dat zit ook in mij. Dus ik moet ook wel het gevoel hebben dat ik gewild ben op de positie waar mensen mij willen hebben. Jij wilt toch ook dat als jij een documentaire maakt, dat die wordt gewaardeerd en dat mensen achteraf tegen jou zeggen van zo, dat heb je goed gedaan. En niet dat ze er achteraf zeggen van nou, dat was ook helemaal niks. Zoals met deze? Nou, deze gaat wel die kant op. Maar ja, ik denk dat ik jouw redding ben. En dat ik zorg dat jouw documentaire een beetje wordt opgepimpt. Dus dat ik jou ga maken. En jij mij breekt, trouwens. Dit is trouwens mijn basisschool. Dus ik denk, ik rij hier even naartoe. Dus even de zin afmaken of niet? Nee. Nee, ik wou zeggen, over het algemeen gebruiken jullie toch niet echt zin bij mij. Toch? Zijn het meer een half woord en dan is het ook wel weer klaar. Ja, hij vindt het wel leuk om te provoceren, dus dat rebelse zit er absoluut wel in. Iemand die een beetje lak heeft aan de rest van de wereld en die zijn eigen weg gaat. En die het hart op de tong heeft. Ik denk dat het algemene beeld is van Theo. Kijk, mooie vogeltjes erbij. Dat regel ik ook voor jullie. Ja, het schijt aan alles. En ja, dat hoorde wel erbij, zeg maar, om echt de top te halen in mijn ogen. Ja, had overal lak aan, hij deed wat hij wilde. En ja, als je dan ook nog eens dat talent hebt, ja, dan kunnen er natuurlijk mooie dingen ontstaan. Als kind had je hier toch geen zin in om in zo'n speeltuin te hangen? Toch wel. Ik wou lekker voetballen vroeger. En nu zie je hier, weet ik veel. Een paar mooie stenen liggen. Ja, I think there was, you know, incidents he had. He was always, we call it in England, larger than life character. And, you know, he enjoys life. That's what I can say about Theo. He enjoys life. Hij is niet gevoegelijk naar om mensen te pleasen of zo. Dat vind ik ook heel leuk aan hem juist. Dus die kant heeft hij ook, maar hij heeft ook wel een andere kant. En dat is wat gelaagder.
Dat is minder eendimensionaal, hè? Dus dat heeft hij ook. Tyfus. Scheld jullie helemaal voorop. We gaan nu serieus. Ja? Want we moeten een beetje vullen, want op de tribune gaan we niet doen. Dus we vullen nu gewoon even de documentaire. Ik ga niet zenderen voor op de tribune. Het grootste talent was dat we hadden in de opleiding. En hij kwam als 16 of 17 jaar al bij de selectie en dat was meteen aanwezig. Dus jullie hebben hem zelf nog kennen. Peters, nee, Jansen gaat alleen. Veel te hard erin tegen Vierklauw. En nu zijn de rapen gaan. Vierklauw die een geweldige schop kreeg van Jansen. Sinds dat ik Theo ken is... Moet ik even goed nadenken. 99 volgens mij. Ja, toen was het al wel zichtbaar. Dat hij uitzonderlijk goed was. Ja, qua voetbalintelligentie en als voetballer. Maar dat hij niet extreem veel wilde trainen. Nou ja, een mannetje, hè. Gewoon zo'n testosteronbommetje. En hij ging meteen met de grote jongens mee. Ja, dat was een soort van zelfsprekendheid. Dus dat, hij stond er gewoon meteen. Voetballend, maar ook als persoonlijkheid. Dat demonstreert hij hier. John! 2-2. Theo Jansen is de naam. Toen ik zeg maar een beetje bij het eerst kwam, had je... financieel stond het gewoon heel goed. Hè. Het ging goed met Vitesse. Ze waren net derde geworden, als ik het goed heb. Dus eigenlijk was alles heel positief. Het stadion was vol, de mensen waren blij. Een nieuw stadion, dus... mensen waren ook heel enthousiast daarover. En, ja, de beginperiode bij Vitesse was in dat opzicht... een mooie tijd met... oudere spelers die mij toch wel hebben opgevangen. Vitesse leidt. En Vitesse had nog twee levensgrote kansen om die voorsprong te vergroten. Nu probeert Jansen het zo. En dat is werkelijk schitterend zoals die bal binnendraait. Maar Theo Jansen kan stilliggende ballen trappen als bijna geen ander. We gingen toen op een gegeven moment naar Argentinië. Dat was onder 20 de WK met Van Gaal als coach. En het was lang. En... Kijk, Van Gaal is een wereldtrainer, geweldig fan. Maar ja, 6 weken met hem onderweg, ja, dan verlang je af en toe wel naar huis. En daar had iedereen last van. Ja, en Theo heel erg, want zijn vrienden zaten geloof ik, weet ik veel, op Mallorca of Marbella. En het kreeg een keer ruzie. Van Gaal had nog een keer gezegd, of ga je liever een beetje vrienden op vakantie? Ga dan. Nou, oké, heb zijn spullen gepakt en hij is weggegaan. Nee, we hebben hem ook niet meer gezien. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een speler gewoon wegloopt van een toernooi en zegt zoek het maar lekker uit, ik ga lekker met mijn pilsje en mijn sigaretje op het strand liggen. Een van de mooiste dingen aan Theo, die blijft altijd en is altijd dicht bij zichzelf gebleven. En daarin is hij wel redelijk uniek. Hij is niet beïnvloedbaar. Ik ga nu alleen maar serieus, want ik heb gezien dat jullie eruit knippen. Ja. Want jullie knippen alleen de slechte dingen eruit. Alleen maar die one-liners. Zet de muziek maar uit. Dus ik ga alleen nog maar serieus praten. Oké. Het is een clevere jongen, ja. Dat wordt wel eens onderschat. Maar hij denkt over dingen na. En hij denkt ook na van hoe moet ik dat verder gaan managen. Ook in de richting naar een trainerschap. Uiteindelijk moet je altijd een beetje aanpassen in elke situatie waarin je zit. Ik moet me nu ook weer een beetje aanpassen, want ik moet met jullie hier rond gaan rijden. Dus iedereen past zich toch wel eens aan. Dus als trainer ook. En dat zal ik ook doen. Dat jongensachtige van eventjes, ik ben dit en ben zogenaamd ongeïnteresseerd. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het is een bepaalde houding die hij heeft. Tonight. Er wordt helemaal niks. Ja, slechte vragen. Had je ook van die slechte vragen?
Wie heeft de eerste muziek? Oké. Stink dat tonijn, man. Hi, Melf. Vooral, weet je, geduldig zijn en balbezit. Weet je, ga niet te geforceerd de hele tijd zoeken naar die lange bal. Ben geduldig. AZ is dat ook. We hebben een goed positiespel, kunnen goed voetballen. Positiewisselingen veel, altijd. Dus hou daar rekening mee. Maar in het balbezit, geduldig zijn. Ja, laat het balletje rondgaan, laat hun maar lopen. Hij werd teruggezet naar het tweede elftal, onder Koeman was dit. En iemand had hem verraden. Hij zou midden in de nacht in de stad hebben gelopen, in de Arnhemse binnenstad. Daar was hij ook wel. Het was wat minder laat dan dat hij verklikker had gezegd. Maar hij was zijn toenmalige vriendin, had hij daar opgehaald. En dat was op een vrijdagavond of zo, of op een donderdagavond, weet ik veel. In ieder geval een dag voor een wedstrijd of zo. Of, het was niet de bedoeling dat hij daar in de stad was. Maar hij was er zelf eigenlijk niet. Teruggezet naar het tweede elftal door Koeman als straf. En ik denk dat hij, voor Koeman had hij heel veel respect. En ik denk dat hij zich heel erg graag wilde bewijzen. Iets te zeer. En dat hij toen een beetje overmoedig een duel in ging. En toen brak hij zijn scheen en kuitbeen volgens mij allebei. Ja. Was nooit geblesseerd geweest. Ja, en als je zo'n grote blessure krijgt in het begin van het seizoen, dat heeft wel invloed op je hele statiek en je bewegen. Dat is wel heel cruciaal geweest. Daarna is bij mij ook wel een beetje de knop opgegaan. En zo van, jongens, niks is te voorspellen. Weet je. Je moet geluk hebben en het kan maar zo voorbij zijn. En na die blessure had ik dat wel. Dus ik ben daarna misschien nog wel meer gaan genieten van de dingen eromheen dan daarvoor. En, dat heeft er ook wel een beetje voor gezorgd dat ik dan volgens veel mensen niet het maximale eruit heb gehaald. Al denk ik dat ik dat wel heb gedaan. Het is zo'n stigma, hè? Van dan zeggen ze ja, hij had meer kunnen bereiken. Maar misschien ook niet, want misschien is Theo wel iemand die ontspanning nodig heeft en niet dat hele strakke regime en dat keurslijf van een profvoetballer en altijd maar blaadjes slaan en weet ik het wat en een pastaatje en de dus 's avonds om 10:30 in bed. Dat is hij, daar is hij geen type voor. Hij heeft wel een lange lijn nodig. Ik denk dat hij ook, doordat hij wist, oh, ik moet nu voetballen, maar na de wedstrijd staat mijn biertje klaar en mijn peukie. Dat ook in zijn hoofd een bepaalde vrijheid gaf van, ja, dan vind ik het leuk om te voetballen. Maar als je hem dat afneemt, ja, dan had hij denk ik niet vrij in zijn hoofd kunnen spelen. Als ik nou in deze docu één wedstrijd moet laten zien uit die tijd, welke zou je dan zeggen? Ja, dat is echt in mijn beginperiode geweest, dat ik echt heel goed was. Ik denk dan Inter Vitesse, dat was onder Koeman, denk ik. Ik denk dat, of Vitesse Inter, maar ik denk dat dat mijn beste wedstrijden waren, denk ik wel, voor Vitesse. Jansen legt aan voor een schot, Jansen. Eigenlijk krijgen ze bij Vitesse steeds wel de gelegenheid om te voetballen. Nu ook weer, Jansen heeft ruimte. Theo Jansen op rechts, open is een goeie. Ja, doet hij. Cornelissen. Zal ik die in de docu laten zien? Ik zal dat doen, want dan heb ik gewoon een hele ruime samenvatting. Dan is het docu bijna gevuld. Het is wel heel duur, die rechten. Het is Europees voetbal. Ik weet niet of Fox daar... Dan doen we een andere wedstrijd. Doen we Vitesse Helmondsport. Dat was in de na-competitie. Ik weet niet hoe ik die speelde of dat ik hem speelde, maar die zal wat goedkoper zijn dan. Wederom een overtreding, vrije trap snel genomen. De linker van Jansen. Maar die staat niet op scherp. Helmondsport verdiende meer. De drie punten gaan naar Vitesse. Maar oh, wat moest het van diep komen. Arnhems publiek was ook mega kritisch op Theo. Te kritisch, vond ik. Ik denk dat hij op een gegeven moment daardoor ook wel naar België is vertrokken. Dat hij wel zoiets had van, kan het hier toch niet goed doen? Ik ben er wel even klaar mee. En hij was wel erg kritisch op Theo altijd. Het was nooit 100% loyaal of zo. Van, hij is een van ons, daar staan we sowieso achter. Dat was niet automatisch zo. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar ik denk dat het ook al een beetje inherent de mentaliteit van Arnhemmer is. Van, doe maar gewoon. En nog meer van, je moet er eigenlijk nog meer aan doen. Weet je wel? Dan, dat is misschien wel een kenmerkende bij een Arnhemmer. Alsof ook hij een soort leven verbeelde wat voor anderen niet haalbaar was of zo. En dat ze dan graag wilden dat hij het wel... Dat het hem wel lukte om te excelleren of zo. Ik weet niet precies wat het is, maar ik vond wel... Want we hebben natuurlijk meer jongens van de club gehad. Ik vond wel dat Theo altijd zo'n beetje het meest kritisch benaderd werd. Na de blessure was Vitesse van positie 4, 5
teruggedonderd naar positie 15-16. En speelden we nog gewoon voor de nacompetitie tegen degradatie. Financieel was er niks meer mogelijk. Alle goede spelers waren vertrokken. En dan wordt er naar jou gekeken in één keer. Terwijl je net een jaar eruit bent geweest. En ik denk dat het daarvoor een groot gedeelte is misgegaan. Voor mijn carrière was een stap eerder, was misschien beter geweest. Maar, is er al een camera bij hoor. Kijk uit, camera. Het is een hele grote. Mijn broer is er ook trouwens. Ik weet ook niet waarom. Niet schrikken, hè? Ach, hallo. Dit knippen we er al uit. Dit knippen we er al uit. Ik heb ook een zenuw. Loop. Kom even binnen hoor. En we even uitleggen dat we... Je hebt pauze. Gewoon niks. Suiker. Ja, zet je hem even uit dat pokje ding? Ja. Doe even een bak koffie. Ja, is je dan, dit is mijn oude kamer. Theo, ja. Een rustig jongen. Altijd met voetballen bezig. Verwend. Kon nog geen eitje bakken voor zijn eigen. Kon niks. Dus Theo, ja. Als ik, ja, ik kan altijd bij hem terecht. Nou dan. En dus ja, het is een heel lief jonk. Heel goed jonk. Dus ik kan er ook bij hem. Ben al weg. Heb je genoeg voor die docu? Ja. Nou, dan ga je nog een keer. Zie je straks. Ja, tot straks. Ja. Doei. Doei. Een hele lieve moeder. Mis je je vader? Is het gek als ik zeg nee? Over het algemeen heb ik best wel goed, hebben we goed afscheid kunnen nemen van hem. Ik bedoel, hij was ernstig ziek. Dus uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om euthanasie te plegen. Dat is iets heel geks, maar ook wel iets moois. Want ja, je weet gewoon dat je nog anderhalve week, of we hadden volgens mij anderhalve week... de tijd hebt om afscheid te nemen van elkaar. En in die anderhalve week zoek je elkaars familie en als gezin heel erg op. Dus we hebben echt anderhalve week bij elkaar gezeten, samen gegeten, gesprekken gehad. En ja, dat heeft mijn vader ook beter leren kennen nog. Daarvoor had ik wel een beeld van hem, maar... En wist ik ook wel hoe die was. Alleen daarna heb ik hem nog beter leren kennen. Vaak zeggen mensen van Theo, de camera draait, doet iets raars of zo. Of, ah, ja. Met dat image, weet je wel. Dat... Ja, maar het is ook... Nee, maar weet je, bedoel, uiteindelijk doet iedereen eraan mee. Ik bedoel, ook de mensen die een documentaire maken uiteindelijk doen daar ook aan mee. En ik doe daar zelf ook aan mee. Ja, ik wil daar ook wel doorheen prikken. Ja, ja, nee, maar ik doe daar zelf ook wel eens aan mee. Door dingen te doen en dingen te zeggen die verwacht worden van je. Ben ik dat alleen? Nee, zeker niet. Dat is ook weer gewoon, er zijn dingen van mij die heel uitgegroot worden. En dat is heel grappig, maar dat is niet precies wie ik ben. Hoe valt Theo uit een bus? Leuk. Als ik dit had geweten, had ik niet eens meegedaan in de documentaire. Want er komt weer dat domme stukje terug. Nou, ik was wel mee. Verschrikkelijk. Nou, doe jij het verder, dan ga ik weg. Ja, tief op, man. Is toch klaar dan, of niet? Ja. Wel zeg, ik had hier dat helemaal vol liggen. Hè? Toen nog, met sigaretten toen nog. Theo is Theo. You have to accept him as he is. And I think that's where we got on very well, because I've dealt with many, many players like Theo. Many players like Theo. And they need different treatment. Voor de wedstrijd was boven. Oh, voor de wedstrijd zat ik daar boven, sorry. Bij Jan. Ja, Jan, en die had daar een skyboxje. En daar zaten we eigenlijk altijd voor de dingen. Koffie te drinken. En sigaretje te roken. En dan zaten we te kijken naar al die spelers die op het veld stonden... om het veld te testen, zeg maar. En dan zaten wij daar rustig... Ja. Verschil moet er wezen, hè? You know, sometimes you have to turn a blind eye
En dat is Theo. Theo Jansen, kan dat met links? Jansen, mooie trap en 1-0. In de 55ste minuut het befaamde linkerbeen van Theo Jansen. Ja. Heb ik gescoord voor een dam? Ja. Kom je naar mij toe? Dan heb ik op de bank zitten. Dat vind ik wel mooi. Penalty of zo? Nee, gewoon gescoord. Vrije trap? Ja, dat weet ik. Dat is vrije trap, maar tegen Verhoeven. Ja, dat weet ik nog. Vrije trap. Ja, ik zat op de bank. Ja, ik, ik zag Verhoeven en toen dacht ik, hey. Soms leg je een link. Weet je. Maar als je nog goed kijkt, lijkt hij er meer op. Ja, ja, ja. Toen ik naar Twente ging, toen was het eigenlijk de keuze voor mij. Ga ik naar Groningen of ga ik naar Twente? Dat was op dat moment eigenlijk de keuze die ik aan het maken was. Theo past wel bij Twente. Kijk, Theo is gewoon een jongen ook uit de buurt waar hij komt en uit de regio waar hij komt. Dus wel een beetje denk ik hier uit deze regio. En kijk, wat het Twente publiek wil graag zien. Voetbal, mooi voetbal natuurlijk, of goed voetbal. Maar ook dat je hard werkt en dat je gewoon inzet voor de club en zo. En dat is Theo. Theo is er altijd geweest voor deze club. Dus, en dat zien de supporters. En hij is, daardoor is hij ook heel geliefd hier. En hier is het 1-3. Theo Jansen. Theo Jansen. En Theo needed challenging. And that's what we did. And became probably our most influential player. McLaren was degene die dit deed. Weet je, hij zei net Theo is Theo. McLaren zei alleen maar Theo is Theo, Theo is Theo. Maar hij wist gewoon heel goed van hoe die mensen moest benaderen. En dat was zijn kracht. Dus hij wist precies hoe hij met mij om moest gaan. Hij wist hoe hij met Koeven om moest gaan. Hij wist hoe hij met, weet je, Bosca. Hij wist met iedereen wel om te gaan. I think he realized he had to do the work and he had to get fitter and he had to run more. It kind of worked, a bit of yin and yang, and it kind of worked with our relationship. Nee, dan gaan we er even iets leuks van maken. Hoe laat is het ondertussen? Of we zijn al te laat. Geduldig te wachten dat hij komt. Ja. Maar zat ergens in een restaurant. Nog even zijn maaltijd naar binnen aan het werken. Yeah. En zal ze dadelijk binnenkomen. Oké. Okay. Maar het valt toch wel mee, toch? Er staan 10 mensen, joh. 10 mensen. Goeiedag, hoi. Hoi. Hallo, goeiedag, hoi. Hoi, sorry dat we wat later zijn, maar helemaal leuk hoor. Ja? Ja, nee, ja. Moet er wat ingezet worden? Nou, sorry. Moet er wat ingezet worden, of dat niet? Nee, nee, gewoon, nee, gewoon een handtekening, gewoon opgetiefd. Ja? Dankjewel, man. Yo. Hoi. Hi, goeiedag. Deze is voor mij, voor Benno. Benno? Ja. Oké. Okay. L? Benno. Oh, Benno. Ja. Oh, haha. Ik nog hoog even zitten. Ja? Doei. Oh, no. Oh, kijk eens, een knuffel. Wil je een boek ook? Dat is misschien wel handig. Ja. Voor papa. Ja, ja. Doei. Doei. Prima, ik ben hier al de hele middag. Dus ik ben net nog even bij het stadion geweest. Biertje drinken samen? Nee, ik drink niet en rijden samen. Dus dat is niet zo'n goede combinatie, denk ik. Er staat hier maar zo'n hele lange rij met fans. Snap jij dat Theo zo populair is in Enschede? Ja, dat snap ik heel goed. Leuk om te horen. Ja, in het zeven niet, ik ken hem amper, dus weet je. Hij heeft het boek geschreven, dus prima. Dankjewel. Als er iets is gebeurd in je verleden wat gewoon een enorme impact heeft. Niet alleen op mij, maar zeker ook bij degene waarbij het gebeurt, zeg maar. Dan speelt dat altijd in je hoofd. Nee, 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 ik moet rijden. Nu komen er ook wel mensen met een biertje aan. Ja. Dat gaat er niet in vandaag? Nee, dat gaat er niet in. Ik moet gewoon straks weer naar Arnhem rijden. En dan is dat geen hele goede combinatie. Ja, dat is heel raar. Omdat ze weer verwachten van Theo komt en we halen een paar blikjes bier en hij zal wel aan het bier gaan. Weet je, omdat dat, ja, hoe kortzichtig kun je zijn als mens? Vind je het ongemakkelijk als mensen dat vragen?
Nee, maar ik ga dan wel gelijk. Ik word wel ander. Ik denk dat ik een ander persoon word dan. Hoe? Ja, als mensen dat vragen aan mij, dan heb ik al gelijk zoiets van, ach, weet je, is weer zo. En dan ga ik mezelf, dat switch ik, zeg maar. En dan heb ik zoiets van, ga ik een beetje, ja, hoe noem je dat? Dit gesprek zou ik dan niet voeren. Ik zou niet serieus zijn. Ik zou alles met een dolletje afhandelen. Want ik heb helemaal geen zin om dan daar verder op in te gaan. Dat verdient de ander niet? Nee, ik heb helemaal geen zin om daar tijd in te steken of dingen. Dus dan wordt alles een dolletje. Dan ben ik er vanaf. Kijk! Ook ik ben gewoon een... Nee, dan is het goed. Als je dat nou van tevoren zegt, hadden we een leuk interview gegeven. Ja, ja, het was zo aardig. Ja. Voor de slechtste journalist van RTV Oost. Dankjewel. Je moet er humor van inzien, toch? Ja, hè? Daar gaat het om. Kijk, we gaan gewoon verder. We had one or two incidents, which obviously are public as well, which were not favourable for him. I think he was suspended because one Saturday night he was out with his friends. FC Twente-speler Theo Jans heeft afgelopen weekend een ongeluk gehad. Hij reed zaterdagnacht op de Aukevleerstraat in Enschede en sloeg over de kop. Mogelijk was er alcohol in het spel. De 28-jarige middenvelder van FC Twente is met een gebroken neus, ribben en snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. Naast Jansen zaten er nog drie mensen in de auto en ook die raakten gewond. Eén van hen lag tot zondagmiddag in coma. Het was heel duister, vooral ook omdat alles gaat door je hoofd. Hè? Dus de hele situatie, je wil erover nadenken, wat is er nou precies gebeurd? Je bent erover aan het terugdenken, maar je kan het niet terughalen omdat het gewoon weg is. En ja, dat is wel dat is het moeilijkste, dat je gewoon niet de oorzaak terug kan halen. En als je ergens de oorzaak niet van weet, en dus, dan weet je ook niet hoe je dat anders had kunnen doen. En dat is wel heel lastig. Heb je het verdrongen, dat? Waarschijnlijk, ik weet niet. Ik weet niet, ik heb daar nooit met iemand over gesproken, maar het zou best kunnen. Ik heb er in ieder geval geen beeld bij en ik heb er geen gedachten bij. Dus ja, voor mij is dat heel lastig om dat in te vullen. Dat het me achtervolgt, weet je, is ook mijn eigen schuld. En dat je uiteindelijk dan van geluk mag spreken dat iedereen er weer bovenop komt en dat het allemaal weer goed gaat. Maar het kan ook anders aflopen. En dat risico wil je gewoon nooit meer nemen. We were going for the championship. I didn't want to lose the player. And I think it was 5 or 6 games. So I didn't want to, especially for that length. I said, you know, obviously we need to work also with Theo. But I think the club made the decision. Weet je, je ziet het gewoon even niet meer zitten. Ik bedoel, ik kwam niet naar buiten, ik kreeg bijna geen tv. Las de krant niet, omdat je gewoon bang was om de hele tijd dingen over jezelf te lezen. Dus je beperkt je leven, zeg maar. Je telefoon gaat aan de kant, omdat je daar ook niet te veel, weet je. Je wil niet al die berichtjes en die krijg je wel. Dus je blokt alles even. En dat heb ik gewoon een hele periode gedaan. En nou, dat was wel een hele zware periode in mijn leven, ja. In hindsight, and at the time, I totally agreed. You know, I totally agreed. The behavior was not right. And a suspension was going to hurt the team. But you know what? In the long run, it benefited. Het bijzondere was, denk ik... Kijk, ik ben ook bij Ajax kampioen geworden. Maar het bijzondere bij Twente was, het was de eerste keer voor iedereen. Dus voor de supporters, voor iedereen. En dat geeft zoveel energie, dat gaf zoveel... De mensen waren zo blij. 2009, 2010, FC Twente. Celebrations with the title. Yeah. Incredible. I think the journey back will always be one to remember. When all the way down the road, the highway, supporters and bridges and so. It was fantastic. Yeah, one of the best moments of my career. And you know, Theo was one of the players that made that possible. Theo!
Jij met een kratje bier valt, ja, dat is normaal. Ik bedoel, iedereen haalt dat weer terug. En dat zal in deze domme documentaire ook wel weer terugkomen. Weet je? Ja, maar jij voelt er vooral over. Ja, nee, maar weet je, dat is een momentopname. Als er geen bier is en je hebt zin in bier met iedereen en je bent happy, ja, dan ga je bier halen. Nou, hoe ik het deed, was niet heel handig. En dat wordt dus de documentaire. Hoe valt Theo uit een bus? Leuk. Als ik dit had geweten, had ik niet eens meegedaan in de documentaire. Het komt weer dat domme stukje terug. Nou, ik had wel meer. Verschrikkelijk. Nou, doe jij het verder, dan ga ik weg. Ja, tief op, man. Ben je al wel eens heb je wel eens de beste docu gewonnen al, of niet? Is toch klaar dan, of niet? Ja. En je wilt nog verder ook? Kralleer, waar wil je het over hebben? Weer over die kutbus? Je werd een beetje boos op mij, hè, toen ik begon over die bus. Dat mag. Ja. Is dat omdat je niet wil dat stigma dan steeds terugkomt? Of zo? Ja, wat ik zeg, mensen hebben een beeld van je. En dat was natuurlijk in een periode, was een half jaar later dan het ongeluk waar we het net over hadden. Dan gaan mensen gelijk weer die verbinding leggen. En dan, ja, weet je. En, ja, achteraf denk je dan van, ja, was dat slim? Nee, het was niet slim. Maar je denkt daar niet bij na. En dan is dat wel iets wat je achtervolgt. De backs die van Preudom mee naar voren mogen als ze dat goed uitkomt. De goal voor FC Twente is van Theo Jansen. In the 2 years we were with him, I think he changed a lot. I think he became more professional. Because, you know, I think when I first went to Twente, would Ajax have taken Theo Jansen? Probably not. But the characters like that can only do it a short time. And we were lucky because we had it during that good time. Dat stiftballetje tegen PSV wat hij maakte. Ja, kijk, dat zijn momenten, daar komt er zoveel gevoel, zoveel talent bij kijken. En dan heb het weer, dan kan je in een krachthoek zitten, weet ik het allemaal. Maar dat is zo verfijnd en dat moet altijd blijven. Ja, dat was een aardige ding. Maar het enige wat ik dacht was stiften, ik weet ook niet waarom. Soms heb je dat, weet je, dat je iets in je kop opkomt en dat je denkt dat je dat moet doen. En dat deed ik. En die bal valt fantastisch binnen bij de tweede paal. En als je de keeper ziet, ik bedoel, de keeper was 2 meter, zeker 2 meter. Isaacson was er. En dan ook nog erbij zet dat ik degene ben die de hele sprint trekt. Dat maakt het zo bijzonder. Wat een geweldige voetballer is Theo Jansen geworden in Enschede. Ja, we hebben het weer gezien, hè. Kunnen gaan, hè. Dat is mooi. Mooie club. Museum ging wat minder. Staat er? Voor mijn maat. Ga je mee? Nee, ga naar huis. Ja, hij betaalt zo. Ja, zeker, daar gaat hij mee. Ja. Hij kan alles declareren. Ja, joh. Nee, dit is Fox, toch? Succes. 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 Succes, jongen. Gaat zo, buitenkantje. Georgie, wat ben je aan het doen? Georgie, ga nou eens door, joh. Theo is geen laptoptrainer. Dat zit in zijn kop. Hij hoeft niet hele uitgewerkte rapporten of wedstrijdanalyse te zien om te begrijpen hoe die een team moet sturen of hoe die een team neer moet zetten. En ja, die schijnzekerheid, er zijn best wel heel veel trainers zijn daarna op zoek als houvast. Maar als je zo kundig bent geweest als voetballer en dat inzicht hebt als Theo, ja, dan heb je dat niet nodig. Je moet niet stappen, godverdomme. Kijk om je heen, Thomas! Ik vind het heel erg verbazingwekkend dat hij echt binnen 10 minuten een wedstrijd gelezen heeft. Dat is echt fantastisch. Weet je precies hoe de looplijnen bij de tegenstander zijn, hoe ze staan, wie wat precies doet. Ja, ik blijf dat heel boeiend vinden.
tegenwoordig is het allemaal fysiek en alles wordt gemeten en al die onzin. En ja, wij zijn nog een beetje van de oude school. Van, ja, met het blote oog zien wij wel wat er gebeurt. Ah, fucking hell, zeg. Oh, ik moet pissen, jongen. Tering. Toen Theo en Jansen kwam, was ik in de eerste plaats al heel erg nieuwsgierig naar wat voor vlees we nou werkelijk in de Kuip zouden krijgen. Weet je, iemand die een bepaald stigma heeft, daar prik ik graag een beetje doorheen om te kijken wat de persoon werkelijk is. En misschien ook die houding dat ik open stond voor wie hij was, hielp ook om toch een beetje een band te creëren. Een goede fotograaf heeft aan 2 foto's genoeg. Dat klopt. Dus we nemen er nog wappen. Maar het is voor de zekerheid. Je weet het, hè? Maar dat was gek genoeg ook een van de redenen waarom hij werd gehaald. Want de technische staf had een beetje moeite met allemaal spelers die braaf waren en die luisterden en weinig weerstand gaven. Een beetje dezelfde type voetballers. En ze wilden daar juist niet zozeer een rebelse voetballer tegenover hebben, maar wel iemand die zijn mening kon verkondigen, die een bepaalde persoonlijkheid inbracht die niet gelijk was aan al die andere jongens die de kleedkamer bevolkten. Ik had van Amsterdam verwacht dat mensen veel meer zouden zeggen wat ze dachten. En dat ze veel meer hun eigen mening zouden verkondigen. En dat viel me wel een beetje tegen. Jansen, en dat is wel raak. Frank de Boer was trainer toen. En Theo, die kreeg natuurlijk niet de vrijheid die hij zeg maar, bij Twente had. En dat kon je zien in zijn spel. Kijk, ik vind als je een Theo Jansen op het veld hebt, ja, dat klinkt gek, maar dan moet elke opbouw via hem lopen. En dat komt bij Twente, dat komt bij Vitesse. Maar ja, als je bij Ajax komt, heb je natuurlijk in één keer te maken met dat er heel veel goede voetballers zijn die dat ook kunnen. En daar vond ik dat hij dan af en toe wat ondersneeuwde. Maar ja, dan kwam weer dat fantastische linkerbeen af en toe als hij hem nodig had. En ja, die redden hem vaak en waardoor hij nog kampioen geworden. Gewoon nog een hele belangrijke rol gehad. Maar het voelde anders of zo. Als ik zat te kijken, dacht ik, hij voelt zich niet thuis in de arena en in het shirt. Ik denk dat de technische leiding misschien heeft onderschat hoe groot die weerstand zou kunnen zijn. En dat ze uiteindelijk hun eigen filosofie van energie in die kleedkamer en niet alleen maar dezelfde geluiden, dat ze dat misschien hebben onderschat. Dat ze dachten, ja, dat gaat toch te ver. En dat ze daarmee ook een inschattingsfout hebben gemaakt over Theo Jansen. Kijk, voetbaltechnisch had niemand een probleem, maar ze vonden het blijkbaar toch dat hij te veel, ja, zeg maar, uit de pas liep misschien op dat moment. En dat is niet zijn fout geweest. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar ik was echt soms op dagen 3 uur onderweg om daar te komen. En kijk, als je dat een keertje overkomt, is dat niet zo erg. Maar als je dat gewoon dagelijks overkomt en je weet gewoon dat je om 5:30 de wekker moet zetten, omdat je om 6 uur al in de auto moet zitten. Dat was de grootste reden dat ik na een jaar er klaar mee was. Toen heb ik ook een gesprek gevoerd met Frank de Boer. Ik had zelf gewoon de behoefte om weer terug naar Vitesse te gaan. En hij voelde dat ook aan mij. En hij vroeg ook echt aan mij van, wat wil je zelf? En toen gaf ik aan dat ik terug wou naar Vitesse. Hij zei, nou, dan gaan we de club opdracht geven om contact te zoeken. En dan gaan we kijken of dat mogelijk is. Eerst lukte het allemaal niet. Ajax wilde hem niet laten gaan. En Vitesse wilde niet betalen wat Ajax wilde ontvangen als transfersom. Dus dat ging best wel heel moeizaam in het begin. Maar ja, Theo had gewoon besloten, ik ga terug naar Vitesse. En ik hou voet bij stuk. En Ajax zal meewerken. En uiteindelijk is het ook zo gegaan. Wat ik wel frappant vind, kijk, mijn eerste wedstrijd terug was Feyenoord. En mijn laatste was ook Feyenoord. En we staan vandaag de laatste draaidag. Dus ik ken ze fijn hoor. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Misschien wordt er straks wat omgeroepen. Misschien ben ik neergevallen. Misschien, Het is wel een goed einde voor de docu. Ja, dan heb je ook nog 1,5 week om te komt er wel een vervolg. Jans Auw. Aftocht Theo Jansen. Ja, dat was de wedstrijd thuis tegen Feyenoord in oktober. Als ik hem voor mijn geest haal, wilde hij op goal trappen. En hij zakt door zijn knie heen. Ik
kruisbandblessure. Volgende dag gediagnosticeerd tijdens een operatie. Ja, en toen moesten we beslissen, door of niet door. Doe je even voorzichtig met draaien. Jezus. Theo lag onder narcose, dus kon niet beslissen. Dus heb ik dat toen besloten voor hem, dat hij door moest. Dus we hebben een reconstructie gedaan toen. En dan zijn we gaan revalideren samen. Ik had een doel. Ik heb nu 242 wedstrijden volgens mij voor Vitesse in de Eredivisie. Als ik het goed heb. En mijn doel was om de laatste 8 wedstrijden van dat seizoen nog te spelen. Was eigenlijk gewoon helemaal niet realistisch. Maar ik had zoiets van, ga ik gewoon alles aan doen om de laatste 8 wedstrijden te spelen. En dan stop ik. Alleen, het is hem niet gegund geweest. Begin maart kreeg hij een kleine terugslag tijdens een training bij de belofteteam. En toen heeft hij voor zichzelf per direct besloten, ik stop met voetbal. En toen was voor mij de beslissing al genomen van, oké, die 8 wedstrijden ga ik sowieso niet meer halen nu. Nu is het klaar en stop ik ook meteen. Was dat moeilijk? Nee. Lieve Theo, voor een speler die structureel iets te dik was, heb je het eigenlijk best redelijk gedaan. Prachtige fysiek, wat houterig en toch soepel. Onnavolgbaar was het ritme van de fenomenale linker. En in een wereld waarin iedereen elkaar napraat, moeten we zuinig zijn op een origineel geluid. En Theo, dat ben jij, een origineel geluid. Nou Theo, wij zijn niet klaar met jou. Want Vitesse heeft een Theo nodig. Jij vond het goed zo, toen je in je laatste wedstrijd op 6 oktober vorig jaar het veld afstrompelde. Je wierp jezelf in de dugout als een jas op een barkruk. De herinnering aan de voetballer Theo Jansen zal in geen enkel geel-zwart hert ooit opdrogen. Dames en heren, is het een bal? Ja, dat was toch wel speciaal. Dat had ik van tevoren inderdaad had ik daar heel weinig rekening mee gehouden. Maar ik deed me meer dan ik had verwacht. En ja, dan ga je ook nog wat domme dingen roepen, hè, want dat is dan ja, prima. Maar uiteindelijk was het een goed einde en meer dan genoeg ook. Hij was iemand die heel erg in het moment leeft. Dat vind ik ook mooi aan hem, waardoor hij blijft niet hangen in valse sentimenten of melancholie of zo. Dat heeft hij helemaal niet. Theo, bedankt. Theo, bedankt. Theo, bedankt. Theo, bedankt. Simon! Ja, ja! Lekker, klootzak. Jawel. Wat een kutwedstrijd, zeg. Jezus. Fucking awesome. Nou, ik ben niet zo'n domme. Ik ben niet iemand die zegt van ik moet daar naartoe of ik moet dit, ik moet dat. Natuurlijk hoop je altijd, weet je, het hoogst haalbare. Dus je hoopt wel ooit hoofdtrainer te worden. En zeker bij Vitesse, omdat Vitesse toch wel ja, mijn club is. Hè. En, maar uiteindelijk, ja, wat ik zeg, ben je afhankelijk van zoveel dingen. En heb ik daar gewoon te weinig invloed op om, om daar heel groot over te dromen. Ja, ik denk gewoon helemaal niks doen. Typerend wel op zich, toch? Ja, toch? Ja, weet je, als ik iets wil zeggen is dat ik hoop dat de mensen ervan genoten hebben. En dat ze een leuke documentaire hebben gezien. En dat ze iets wijzer zijn geworden. Dat ze hem iets beter hebben leren kennen misschien. En, kijk, de mensen die het boek hebben gelezen, die zeggen dat ze me niet beter hebben leren kennen. En misschien is het na deze documentaire wel iets meer. Dus laten we daarop hopen. En als het niet zo is, hebben ze pech gehad. Toch? Ja. Misschien moet je nou uit beeld lopen. Oké, maar ik ga niet die kant op. Ik stap gewoon deze kant op. Ik ga altijd voor de korte weg, hè. Laat maar staan, dan doen we hier de aftiteling wel onder.
Helemaal top. Ik zie het gebeuren. Misschien die paarden nog even in beeld. Dat is ook mooi. Kun je inzoomen of zo? Eigenlijk helemaal geen mooie shot vanaf die beelden. Nee, maar ja, weet je, ja, het past wel bij de documentaire toch? Er staat helemaal niks. Dat was het, helemaal niks toch? Is wat titel? Gewoon niks. Gewoon niks, ook goed. Dus dit is ook niks af de eindshot. Dus dat past wel. Hoe lang moet de aftiteling worden? Ja, nog 20 seconden zeker. Toch gemist? Ga naar foxsports.nl/doc.